Ik ben Harry van der Laan, saxofoondocent aan de muziekschool in Winschoten. Ik geef tenorsaxofoon, maar ook altsaxofoon en sopraansaxofoon. Ik geef les in klassieke muziek. Ik heb veel leerlingen die zitten in fanfares en harmonieorkesten. Die leer ik lezen, eigenlijk net als iedereen die begint met spelen. En die train ik eigenlijk om snelheid te krijgen in het lezen en ook in het spelen. De klank die ze nodig hebben in het orkest. Dat is een klank die goed mengt met andere instrumenten, met koperblaasinstrumenten. Daarnaast heb ik leerlingen die bijvoorbeeld dingen willen leren over popmuziek. Ben ik bezig met pentatoniek en meestal zit ik dan aan de piano en speel dan akkoorden. En dan leg ik uit dat die vijf noten eigenlijk al een begin zijn om je oor te ontwikkelen. Om je fantasie te ontwikkelen in de muziek en ook om dingen uit te zoeken. Want veel saxofoonsolo's die bestaan zijn op basis van die vijf tonen. In jazzmuziek heb je bijvoorbeeld vaak akkoordprogressies. Waar je overheen moet spelen. En heb je iets meer verstand van de theorie van muziek nodig. Nou, die theorie geef ik ook. Ik geef lichte muziektheorie aan de muziekschool. En dan leer ik je bijvoorbeeld om op deze klank dit te spelen. En hier. Dit te spelen. En hier. Dus op het juiste moment de juiste ladder te gebruiken. Behalve saxofoon speel ik ook dwarsfluit en klarinet in het Noordpoolorkest. In het Noordpoolorkest spelen we vaak mee en cabaretvoorstellingen in Schouwburgen. Nou, en binnenkort zelfs op Pinkpop met een rockzanger, Ed Kowalski. En daar speel ik eigenlijk alle saxofoons ook, sopraansax, tenorsax. En er zit bijvoorbeeld ook een baritonsaxofoon in dat orkest. Dus eigenlijk de hele familie van saxofoons is daar te zien. Saxofoon spelen vind ik eigenlijk zo leuk omdat je heel veel verschillende stijlen muziek kan spelen en ook heel veel klanken uit één instrument kan halen. De klank is niet één klank, maar kun je ook veranderen in bijvoorbeeld of juist meer een beetje een zoefsax. En zo kun je eigenlijk heel veel kanten uit met één instrument.